De liefde voor bootjes heeft er altijd al in gezeten. Dit cadeau zocht ik uit toen ik 7 jaar was. En nu organiseert het havenbedrijf Rotterdam een veiling, waar onder andere dit dienstvaartuig deel van uitmaakt. Ik kan helemaal los. Er zijn 35 biedingen op dit moment uitgebracht uit 20 verschillende landen. En de teller staat op 21.500 euro. We hebben sleepboot, we hebben verschillende rips, we hebben kleinere bootjes, we hebben grote stukken metaal, damwand, buispaalkoppen. We hebben ook kleinere zaken, bijvoorbeeld een heftruck, pompen, elektromotoren, onderdelen, brandslangen, brandspuiten. Dankjewel. Succes! Ja, succes. 20 jaar geleden hebben we voor het laatst voor het havenbedrijf Rotterdam mogen veilen. Dat was nog offline met de hamer. Ja, en tegenwoordig doen we dat online. Beetje geschiedenis natuurlijk, hè? De Rotterdamse haven. Gaat u bieden? Dat weet ik nog niet. Nog geen idee. Dat ligt eraan hoe het gaat ook op de veiling. Er zijn altijd mensen die toch kijken en die een bepaald risico nemen om het toch te kunnen kopen. Maar een risico is ook een kans. Stal. Dat is het belangrijkste. Gewoon handel. Meer niet. Dat is de bedoeling. Dit is een rip. Dit is de Calypso. Op dit moment heeft deze boot 82 biedingen. Uit 15 verschillende landen en de teller staat op dit moment op 12.500 euro. Gaat er nog een leuke buispaalkop mee? Ik wou eigenlijk zo'n klein, ik dacht een kleine dobber, maar dat bleek dat die 5 ton woog. Dus dan wordt het een beetje moeilijk om op de aanhanger mee te nemen. Het wordt niet bezorgd. We hebben wel verschillende transporteurs, maar dat is allemaal aan de koper zelf als ze daar gebruik van willen maken. Hier staan een aantal buispaalkoppen. Hier zijn er geen bieding op uitgebracht en het bieden start op 10 euro. Het is ook wel relatief oud en niet alles werkt, zag ik. Dus ja, er moet nog wel veel aan gebeuren. Neem zeker een grote vrachtwagen mee voordat je deze mee naar huis neemt. Je moet erover nadenken wat je aanschaft. Je moet er zeker over nadenken.